Ik vroeg een keer aan Giel, met al dat geld moet je toch wat kunnen doen aan die pokdalige huid van je? Toen zei hij, nee, dat is het enige aandenken aan mijn moeder. De afdrukken van de breinaal toen ze zelf abortus probeerde te plegen. Peter, wat was je weer echt genadeloos. Zo hard, zo zwart. De enige pannenkoek die zwarter was, dat was je pa na zijn crematie. Ja. Hoeveel mensen kijken daar wekelijks naar, Giel? 5? Ik kan er wel een paar opnoemen, hoor. Zijn vriendin, de moeder van zijn vriendin, jouw eigen moeder, iemand van het Haarlems Dagblad en je zus. Kijk, normaal vertrouw ik blind op die YouTube-statistieken, hè? Maar no fucking way dat nee, ik ben echt de zus van GielBelen@gmail.com 10 keer die scheidstream van je heeft geliked. Of heeft ze wifi in haar kist? Je draaide een jaar lang elke ochtend op de radio een nummer voor de nabestaanden van MH17. Ik geloof je niet. Pathetisch gelul. Het enige waarom jij die vliegramp erg vindt, is omdat je nu een versierplek minder hebt. Dennis Wening, kijk hem nou zitten met zijn dikke blije kop. De meeste mensen worden dik door het eten van vet, maar bij jou lijkt het wel alsof je het zo uit de lucht zuigt. Holy fuck. Als je met een Snickers in je zak langs Dennis Wening loopt, dan snuift hij hem zo uit de verpakking. Jezus man, dan ben je toch een blije eikel. Waarom lach je altijd? Holy fuck. Alsof je de hele tijd aan de pillen bent. Dat bolle, blije hoofd, het lijkt wel een ballon. Fred Misson is geen partydruk, hè?